Ik ben Ron. En ik ben Wout. En wij gaan vanavond naar... de film. We zijn bijna in Zaandam, bij onze geheime parkeerplaats waar we gratis kunnen parkeren. Gratis parkeren in Zaandam, het kan nog! Het is natuurlijk nu onze bioscoopavond en een van onze standaard tradities is bij dit soort avonden om te eten bij de Mail Company en daar gaan we nu ook heen. Dus ik zou zeggen, lopen jullie mee? Het is belangrijk om elke bioscoopavond een goede bodem te leggen. Daarom begin ik met standaard met een ijsthee, een stokbroodje kruidenboter natuurlijk. En een biefstuk, die komt zo meteen. Wij staan hier nu in de Pathé en wij gaan vanavond de nieuwe film uit de Divergent-series kijken. Allegiant heet die. Ja Wout, wat is jouw beeld erbij? Wat is je verwachting? Het is alweer even geleden dat ik de eerste delen heb gezien. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Maar ja, ik hoop nog een mooie film met wat actie en wat mooie special effects. Maar verder... ja, verder heb ik eigenlijk niet heel veel verwachtingen. Heb je heel veel verwachtingen, bijzondere verwachtingen? Nee, ik ook niet. Ik moet eerlijk bekennen. Ik zag op IMDb dat ze een 4 kregen. Dus, ja, ja. Ik had dat ook gezien. Mijn verwachtingen die zijn al erg naar beneden geschroefd. Ik had ook ik moet eerlijk bekennen dat het verhaal van de afgelopen delen me ook niet meer is bijgebleven. Maar goed, we gaan het zien. Ik sta altijd met open, voor een film. We gaan het meemaken. Ja, we gaan het zien. Yes. Nou, tot dan. Tot straks. We komen net de bioscoop uitlopen na het zien van de film Allegiant, de nieuwe film van de Divergent series. Ja, zeg Wout, wat vond jij ervan? Ik vond zelf als ik heel eerlijk ben, Ron, een hele matige film. Karakterontwikkeling was nog hetzelfde als deel 1 en deel 2. Special effects viel er tegen. Verhaallijn, we kijken regelmatig wat films, maar ik zag al het begin van de film, wist ik wat er ging gebeuren. Dus met al, ik vond het niet zo denderende film. Wat vind jij ervan? Nee, ik heb exact hetzelfde. Ik kan me daar ook alleen maar bij aanhaken. Ja, het was gewoon een matige film. Eigenlijk alles wat de film deed was gewoon matig. En dat is jammer, want het is een conceptweek waar best wel een hoop in zit. Ze hebben geen slechte acteurs. De regisseur en de rest van het team is ook niet slecht. Dus er had veel meer ingezeten. En het is gewoon jammer om te zien dat het dan uitpakt zoals het uitpakt. Dus, ja. Het is weer een tussenfilm, hè? Net zoals bij de Hunger Games. Het komt volgend jaar weer deel 3.2 of deel 3.2. Ja. Het zal wel, ik ga hem wel kijken, maar ik ben er niet heel erg weg van. Als ik hem sterren moet geven, in ieder geval 2 van de 5. Ja, ik sluit me daarmee aan. 2 van de 5 sterren. En ik denk dat dat ook ons oordeel is. Dat maakt het totaal inderdaad 2 van de 5 sterren. Volgende week gaan we naar Batman v Superman. Correct. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat volgende week is. Ik ook. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat die beter wordt. Veel beter. Dat denk ik. In ieder geval tot volgende week dan. Tot volgende week.